Ethan Gutman incognito naartoe reisde om meer informatie te vinden. Ethan Gutman is, zoals regelmatige luisteraars weten, iemand die ik vaak citeer. Hij is een der hoofdonderzoekers naar de orgaanoogst. En waarom ging Gutman naar Kazachstan? Omdat Kazachen iets vaker wel de concentratiekampen van China overleven. In tegenstelling tot Oeigoeren en ook de Hui, nog een islamitisch volk uit China. Ethan noemt dat de menselijke factor. Ook in een dictatuur worden namelijk fouten gemaakt. China pakt alles op wat islamitisch is of islamitisch lijkt. En dus komen er ook talloze Kazachen in de concentratiekampen. Een aantal daarvan worden mondjesmaat vrijgelaten en die vormen dus, terug in Kazachstan, een geweldige bron van informatie. Kazachstan is een buurland van China en om zo dicht mogelijk bij de bron te komen, ging Ethan Gutman met de auto, een oude Toyota, dus zonder GPS en zonder gebruik te maken van hun mobieltjes, ergo volkomen onder de radar. Ze reisden vanuit Frankfurt dwars door Europa en Azië naar dit buurland